Het heeft even geduurd, maar HBO Max is eindelijk beschikbaar in Nederland. En nu we 3 weken bijna alles hebben gebinged, wordt het tijd voor een review. That's my dad. I'm gonna get you out of your life. I'm going to get you out of here alone. Als je een lijst maakt van met Emmys overladen, sterk geschreven series met hoge productiewaardes, dan komen Veep, Euphoria en de eerste 6 seizoenen van Game of Thrones daar zeker in voor. En als je op IMDb kijkt wat de beste shows ooit zijn, dan zien we The Wire, The Sopranos, True Detective, Rome en Six Feet Under. Wat hebben al die series met elkaar gemeen? Nou, ze zijn allemaal gemaakt dankzij het unieke model van HBO. Sinds 1972 biedt HBO namelijk televisie aan zonder reclame via Time Warner Incorporated. HBO Max is de nieuwste dienst van dit bedrijf, een streamingdienst zoals bijvoorbeeld Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Het is dus wel duidelijk dat dit soort diensten de opvolger zijn van ouderwetse televisie en dus de onvermijdelijke toekomst. Maar laten we eerst beginnen bij de basics. HBO Max was al een tijdje beschikbaar voor Ziggo-abonnees als een soort uitgeklede digitale zender. Ook was HBO Go een tijdje online in Nederland, maar allebei was het niet hetzelfde als de Amerikaanse variant. Gelukkig is dat gedoe nu voorbij en kun je sinds 8 maart voor €5,99 per maand een basisabonnement nemen. Je kunt dan op 1 scherm tegelijkertijd in 720p kijken en je kunt maximaal 5 afleveringen downloaden om ze offline te bekijken. De duurdere en betere optie kost €7,99 per maand. Daarmee kun je op 3 schermen tegelijk kijken in een resolutie van 1080p of 4K met maximaal 30 downloads. Daarmee is het duurste abonnement van HBO Max net zo duur als het goedkoopste Netflix-abonnement. Voor 4 schermen Netflix in 4K-kwaliteit betaal je namelijk het dubbele. Daarbij moet je wel bedenken dat Netflix een stuk meer content heeft. Het is dus maar net wat je liever hebt. De kwaliteit van HBO of de kwantiteit van Netflix. Wij weten het wel, want er moet natuurlijk ook nog gegamed worden. Someone once told me that all your love, your hate was all the same thing. It was all a dream. Like a lot of dreams. There's a monster at the end of it. Natuurlijk zijn er nog meer streamingdiensten. Tegenwoordig heb je Disney+, Amazon Prime Video, Videoland, Apple TV+, Viaplay, Pathé Thuis en Discovery+. HBO Max kan prima concurreren met deze diensten, zowel op het gebied van prijs als content. Disney+ is bijvoorbeeld €8,99 per maand en heeft ongeveer net zoveel films en series. Net zoals de prijzen varieert ook de kwaliteit van de verschillende streaming-apps. De Netflix-app werkt bijvoorbeeld super soepel, maar die van Amazon en Disney willen nog wel eens tegenwerken. De HBO Max-app lijkt gelukkig van alle fouten van die voorgangers geleerd te hebben, want die werkt precies zoals die zou moeten werken. Crashes en haperingen zijn erg zeldzaam en er zijn niet opeens bufferproblemen zoals Netflix die wel eens heeft. En streamen gaat over het algemeen bijzonder soepel. Helaas is er wel de rare kwestie van versnelde series. Dat komt door het verschil tussen de standaard framerate in Europa en die van de Verenigde Staten. Om voor de Amerikaanse 23,976 frames per seconde ten opzichte van de Europese 25 frames per seconde te compenseren, laat HBO Max bepaalde klassiekers 4% sneller afspelen. Dat zorgt ervoor dat stemmen een octaaf hoger klinken en dat personages sneller bewegen. Gelukkig is dat niet te merken als je er niet zoveel oog voor hebt, maar vervelend is het wel. HBO Max heeft gelukkig aangegeven dat de desbetreffende films en series worden geremasterd. Maar wanneer, dat weten we nog niet. De manier waarop HBO Max haar content aanbiedt is daarnaast erg logisch. De verder kijken sectie staat bijvoorbeeld meteen onder de banner. Daaronder vind je de aanraders en de lijst met content die je als favoriet hebt gekozen. Het zoeksysteem werkt goed, de categorisering voelt logisch en bladeren werkt snel en soepel. HBO Max heeft helaas niet de geweldige functie van Amazon Prime, waarmee je per scène kunt zien welke acteurs er in beeld zijn, maar verder biedt het wel voldoende informatie wat betreft de cast en crew. Bovendien wordt er ook nog eens een flink stuk van de aftiteling getoond voordat je naar de volgende aflevering gaat, en daar kan Netflix nog wel wat van leren. If anything happens, will you protect Paul? Together, can we stand a chance?
Er staat daarnaast een hoop content op HBO Max die niet eerder op een legale manier in Nederland te kijken was. De kans dat je Banshee, Warrior of The Nick of the Jet hebt gezien is daarom erg klein. Helaas ontbreekt wel nog de serie Outcast van The Walking Dead bedenker Robert Kirkman. Maar hey, misschien wordt die later nog toegevoegd. Maar er staat natuurlijk nog veel betere content op HBO Max. Zo heb je het verrassend leuke Peacemaker, maar ook klassiekers zoals The Wizard of Oz, Gone by the Wind en North by Northwest. De veel te schattige animatieserie DC Superhero Girls en de fantastische Koreaanse film Parasite. Er is zoveel kwalitatief hoogstaande content te zien dat je van gekkigheid eigenlijk niet weet waar je moet beginnen. Nu wordt er per maand lang niet zoveel toegevoegd als bijvoorbeeld aan Netflix, maar de aankomende releases beloven veel goeds. In april krijgen we bijvoorbeeld Michael Mann's Tokyo Vice, het derde seizoen van Barry, The Batman en Wes Anderson's The Fire Dispatch. Ook staan er onder andere nog een Game of Thrones prequel genaamd House of Dragon, Batgirl, The Last of Us en een Hellraiser serie op de planning. Al met al is HBO Max dus zeker een aanrader als je op zoek bent naar een streamingdienst met een overzichtelijk aanbod aan topkwaliteit in plaats van de overweldigende hoeveelheid waarvan een groot deel waarschijnlijk toch wel troep is. We belonen HBO Max dan ook met een prachtige 85. You older than your daddy was when he went out on the corner. Well, he done got him locked up. That's the message, D. You can't show no weakness. A man must have a code. You come at the king. You best not miss. Vond je dit een fijne video? Laat dan even een duimpje omhoog achter en abonneer op dit kanaal. En ga jij een abonnement nemen op HBO Max of heb je hem al? Laat het dan weten in de reacties.